Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met Unal Seuze te gast. Hij is de lijsttrekker van GroenLinks hier in Tiel. Kersvers, maar toch een oud-gediende. Hoe zit dat? Nou, het zit zo. Na 20 jaar politieke ervaring dacht ik van, ik heb genoeg kennis en ervaring om dat samen met de Tielenaren iets te kunnen betekenen voor de Tielenaren. En vandaar dat ik ook benaderd ben en ik de gelegenheid heb gekregen om weer te kunnen dienen voor Tiel. Ja, want je hebt meer dan 10 jaar in de raad al in Tiel gezeten. Daarna jouw kennis ingezet bij de Provinciale Staten. Ja. Daar heb je ook 4, 5, 6 jaar... Ik heb 3 periodes, 12 jaar in de gemeenteraad van Tiel gezeten. Mm-hmm. Daarna heb ik 2 periodes in de Staten gezeten. Dus er is ervaring en netwerk genoeg. Vandaar dat ik ook vind dat ik heel veel netwerk heb. Ik heb de Statennetwerk en ik ken natuurlijk Tiel en de Tielse inwoners. Ja, wat dat betreft ben je zo Tiels als men zijn kan. Mogen we best zeggen, absoluut, een Tielenaar in al zijn facetten. Ja. Hey, wat me nog opviel, of ik kan herinneren uit vroegere tijd, is dat er een lintje destijds is aangevraagd. Hè? Dat krijgen mensen standaard als ze 10 jaar of langer in de raad hebben gezeten. En dat jij die toen hebt geweigerd. Waarom was dat? Nou, dat is, ik vind persoonlijk dat er veel meer vrijwilligers zijn. En mensen die heel veel nuttig en vrijwilligerswerk doen. En mantelzorg doen. Ik zou graag willen hebben dat die mensen veel meer gewaardeerd moeten gaan worden. Jij vond het niet zo bijzonder? Ik vond het niet zo heel erg bijzonder. Want ik heb het gedaan en ik heb het met plezier gedaan. En tenslotte krijg je er een onkostenvergoeding voor. Dus je doet het niet voor niks. En als je het doet, dan moet je het gewoon goed doen. En het is niet alleen maar dat je het voor jezelf doet, maar het is ook een beetje idealen. Je moet ook je idealen na kunnen streven om iets te kunnen doen. En ik heb het voor mijn idealen gedaan en niet voor een lintje. Nou, en dat is op zich hartstikke mooi. En dat was de reden destijds. Dus het had niks te maken dat je tegen het Koningshuis was of iets. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben absoluut niet tegen het Koningshuis. Ik vind het nog wel leuk ook. Ik vind bijvoorbeeld koning Willem-Alexander, als ik zo zijn interview en dergelijke zie, ja, het is echt een mens en ik mag hem heel graag. Ja. Daar geef je al iets aan, hè? Mensen. We moeten het met elkaar doen. Hè? Als we kijken naar de Tielse politiek, ja. Je hebt verschillende partijen, maar het zijn uiteindelijk de mensen die het moeten uitvoeren. Absoluut. Wij in het verleden, dat is ook een beetje het algemene politiek wat we kennen. Dat is een beetje een sleur geworden. We moeten allemaal een verkiezingsprogramma schrijven. En die verkiezingsprogramma moet ten uitvoer gebracht worden. Wij hebben gezegd van, je kan een verkiezingsprogramma maken, maar als mens moet je het doen. Klopt. En als je als mens samen met elkaar kan doen, dan kan je ook veel verder komen dan dat je alleen maar gekozen bent en als partij of zelfstandige beslissing gaat nemen. Maar zeg je nu eigenlijk dat GroenLinks geen partijprogramma heeft? GroenLinks heeft een partijprogramma. Wij hebben gezegd, en wij zijn een team. Wij zijn niet één persoon. Unal Seuze is niet de persoon GroenLinks alleen. Maar wij zijn een team. Wij hebben een kaders vastgesteld. We hebben de grote lijnen vastgesteld. En we hebben gezegd van, onze programma moet een dynamische, bewegende programma zijn. Wij willen dus mensen inzetten. Wij willen mensen horen. Wij willen luisteren naar mensen om onze verkiezingsprogramma, om onze beleid af te stemmen op de wensen en de behoeften van Tiel. Maar op dat moment. Er zijn andere partijen natuurlijk ook, hè? Maar wat is dan het verschil? Ons verschil is dat wij een team zijn. Wij hebben het verkiezingsprogramma opgesteld, dat is ook het voorbeeld, dat we gezegd hebben van het verkiezingsprogramma gaan wij niet zelf schrijven, maar wij gaan een denktank maken. Wij gaan een denktank maken op gebied van sociaal. Wij gaan een denktank maken op gebied van milieu, duurzaam. En die mensen die expertise hebben, die hebben we uitgenodigd. En ik vind dat er ontzettend veel kennis en expertise is in Tiel. En wij hoeven het wiel niet nog een keer uit te vinden. En die mensen als denktank, die voeden ons continu met hun ideeën. En de ideeën van hun, dat stellen wij zeer op prijs. En een idee kost niks. Nee, klopt. Maar we kunnen wel de ideeën en de expertise van die mensen inzetten in ons verkiezingsprogramma. Want we kunnen ze beleid in de toekomst. En op die moment, op die manier gaan jullie invulling geven aan dat programma? Ja. Want
Er zijn thema's. Er zijn, ja, noem ze eens. Duurzaam, duurzaam, armoedebeleid, sociaal, milieu, klimaat. Er zijn natuurlijk ontzettend veel programma's die iedere keer terugkomen. En wij zouden gewoon op thema's wanneer die thema's terugkomen, de expertise van Tielenaren in willen zetten. Okay. En die Tielenaren, daar willen wij heel goed naar luisteren. En daarmee willen wij ook de raad in de raad gaan functioneren. Maar nou was dat de is laatste... een bestuurlijke verandering. Ja, zeker. En dat is een partijverandering. Dus niet meer denken in alleen maar het partijsysteem, maar een bestuurlijke een samenwerkingssysteem. Hoe kan je een team vormen? Hoe kan je een Tiel samen met Tielenaren een team vormen? En heeft de gemeenteraad, zoals we dat nu kennen, dan zijn langste tijd gehad? Zou dat op een andere manier moeten? Ja, absoluut. Het kan ook op een andere manier. Hoe dan? Samen met de inwoners van Tiel. Net zoals dat wij de verkiezingsprogramma opgesteld hebben, dat je dus denktanks gaat vormen. Dat je dus expertise veel meer betrekt bij de raad. Maar dat betekent ook dat het een bestuurlijke verandering moet zijn, een ambtelijke verandering. Ambtelijk moet ook veranderen, meedenken. Er zijn modellen bij VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, waar men het anders kan doen. Ook de ambtelijke bestuurlijke organisatie zou... Een voorbeeld is bijvoorbeeld duurzaam denken. Mm-hmm. Als het ambtelijke organisatie moet ook duurzaam kunnen denken. Klimaatneutraal kunnen denken. Maar het huidige raad is... Ik wil niet zeggen dat het absoluut niet functioneert. Het functioneert wel, maar we lopen soms als politiek een beetje achter de feiten. Terwijl dat de burgers... Best wel vaak, hè? Laten we wel wezen. Sorry? Best wel vaak achter de feiten aanlopen. Nou, dat in is... de praktijk zijn vaak al dingen uitgekristalliseerd en dan moet het allemaal nog officieel geregeld worden. De tijd is niet meer van 20 jaar geleden. We hebben social media, het media is veel sneller, de informatie is veel sneller bij de mensen. Mm-hmm. Mensen zijn veel mondiger geworden. Wat we vorig jaar dachten van dat het goed is, is volgend jaar weer anders. En het politieke systeem is soms sloperig. Stroperig. De beslissingen worden heel traag genomen. En wij zouden graag willen dat het veel sneller kan gaan. En die constatering die is natuurlijk, wordt niet alleen door jou nu geopenbaard. Het is al veel vaker gezegd. En de regeldruk moet naar beneden. Maar ondertussen gebeurt daar niet zoveel aan. Hoe ga je dat nou veranderen? Ik denk niet dat het met vandaag op morgen gaat gebeuren. Maar we moeten anders gaan denken. En we moeten elkaar de vrijheid geven om anders te kunnen denken. En niet zeggen van nou, al het oude wat dat is allemaal fout. Nee, van het oude wat goed is gegaan, die kunnen we gewoon meenemen. Maar we kunnen en we moeten nu eens een keer lef hebben om te zeggen van nou, we gaan nu aanpakken. We gaan nu veranderen, we moeten het samen met inwoners doen. En niet meer dat oude systeem. En die oude systeem, ja, ik ben het met je eens dat het een beetje achterhaald is. Schaalvergroting, dat is aan de orde, hè, op allerlei vlakken. Ook bestuurlijk gezien. En zo heb je de Fruitdelta Rivierenland, gelieerd aan de regio Rivierenland. Die hadden laatst een bijeenkomst om te kijken van hey, in 2050, naar aanleiding van de afspraken die in Parijs zijn gemaakt een paar jaar geleden wereldwijd, dan moeten we energie neutraal werken. GroenLinks was bij die bijeenkomst niet aanwezig. Dat is toch pijnlijk dan? Ik denk dat wij andere afspraken hadden gemaakt op dat moment, want wij waren ook bezig met onze verkiezingsprogramma. Onze denktank was al eerder uitgenodigd, vandaar dat wij die dynamische verkiezingsprogramma in invulling hadden gegeven. Wij vonden ons ook zelf jammer dat wij een prioriteit ook keuze moesten maken. Ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat als je daar niet bij was, dat je dan de trein mist. Nou, absoluut niet. We hebben enorm veel... En daarom zei ik ook van, ik ben natuurlijk lijsttrekker, ik heb alle verantwoordelijkheid, maar ik weet dat er ontzettend veel kennis is in Tiel. Tielenaren hebben ontzettend veel expertise. En wij zouden graag als team zijnde die expertise veel nauwer en veel meer inzetten om beslissingen te kunnen nemen in de raad. Maar goed, die kennis zit ook met name bij de oudgedienden in de club. Daar ben je er zelf ook een van. Ja. Maar als je nou terugkijkt, hè, want wanneer ben jij gestart in de Raad van Tiel? 1994. Dus dan heb je ook nog Van Tellingen meegemaakt. Ik heb Van de heer Bos nog meegemaakt. Ik heb Van Tellingen meegemaakt. Ik heb Stefan meegemaakt. De Vrezen. Behalve Stefan de Vrezen. Ik heb de heer Vrezen. Ik heb alleen Hans van Tellingen nog niet meegemaakt. Ja, je bedoelt Hans Beenhakker. Hans Beenhakker. Ja. Nou, dat ga je ongetwijfeld ga je die wel meemaken in de komende tijd. Absoluut. Ook een burgemeester die past voor Tiel bij de tijdsgeest die er nu is. Dat is natuurlijk ook prettig. Ik
Ik hoor alleen positieve dingen over hem. En ik denk dat we een hele goede samenwerking zullen kunnen krijgen met hem. Daar ga ik vanuit. Ja, nou is er onlangs in de gemeenteraad beslist dat de vergunning voor de regio TV weer voor 5 jaar positief wordt geadviseerd aan de commissariaat van de media. Jij was er nog bij betrokken dat we begonnen. Ja, hè? Ja, ja. Toen jullie met dat idee kwamen, wij vonden het ontzettend belangrijk dat er een lokale TV moest komen. Je merkt nu ook al na 13, 14 jaar dat de lokale tv enorm veel positief bijgedragen heeft, meerwaarde heeft geleverd aan de burgers en de Tielenaren. Want je ziet gewoon dat de kijkdichtheid veel meer is en dat mensen, burgers, inwoners veel sneller geïnformeerd worden. En dat is alleen maar positief voor Tiel. Ja, nou daar mag ik je dan ook nog voor danken dat je die visie toen ook al gezien hebt destijds om die goedkeuring te geven. Even weer terug naar de fractie. Vertel, wie staan er op die lijst? Ik sta zelf op lijst als lijsttrekker, maar ik zie me niet als fractievoorzitter van de oude garde. Ben je trouwens wethouderskandidaat ook voor GroenLinks? Wij hebben afgesproken en we hebben ook gezegd van wil je veranderingen? Wil je iets teweeg brengen in Tiel en je gaat meedoen aan de verkiezingen, dan moet je ook nagedacht hebben om verantwoordelijkheid durven te nemen. En wij zijn een partij die ook de verantwoordelijkheid durft te nemen. En waarom zouden wij geen wethouder kunnen leveren? Maar ik zou geen wethouder willen worden à la oude systeem. We hebben het monolistisch systeem gehad, we hebben het dualistisch systeem gehad, we hebben de wethouders ver van de fracties neergezet, maar in werkelijkheid werkt dat niet zo. Ik zou graag wethouder willen zijn samen met mijn team, samen met de inwoners van Tiel. En daar wil ik ook de beslissing op kunnen nemen. En niet alleen maar op basis van dat ik een wethouder geworden ben en ik bepaal zelf wel de beslissingen. Nee, ik wil het samen met mijn team en ook de inwoners van Tiel. De naam van de partij zegt het al, hè? GroenLinks. Je staat voor groen en voor links. Ja, we zijn. Wat vind je nou van die ontwikkeling in de tussentijd van lokale partijen? Je hebt de opkomst van ProTiel meegemaakt en ook de teleurgang. PVDB is er nu. Ja. Hoe vind jij dat? Ik wil eerst mijn medeleven hierbij uitspreken voor het overlijden van Pieter van den Burg. Ik heb samen met Pieter van den Burg samengewerkt, ook in de raad. Pieter van den Burg was een mensmens. Hij was echt een Tielenaar. Hij kon ook de problemen van Tiel heel goed opnemen. En hij kon het ook samen met Tielenaren doen. Ik had hem echt gegund. Want hij heeft zoveel inzet gepleegd voor Tiel en voor Tielenaren. Ik ben ontzettend geschokt. En ik vond het jammer dat hij is overleden. Ik had hem echt gegund dat hij deze periode in de raad zou komen. Maar nogmaals, ook de samenwerking met de lokale partijen, Partij voor de Burgers van Pieter van den Burg, is een hele goede bijdrage. Het is een meerwaarde dan de reguliere partijen alleen. Want die mensen die staan in de samenleving, die weten precies wat er leeft onder de mensen. En een lokale partij is alleen maar een positieve bijdrage dan een negatieve bijdrage. Ja. Dus ik zou heel graag ook in de toekomst ook met lokale partijen samen willen werken. Sorteer nou al voor op een eventuele nieuwe coalitie? Nee, er is misschien best wel een mogelijkheid om over links te gaan. Wij vinden het jammer dat er aan de linkervlak weinig te kiezen is in Tiel. Wij zouden graag ook met andere linkse partijen samen willen gaan werken. En waarom niet? Wij hebben ook eerder ook met Partij van de Arbeid heel goed samengewerkt. En ik heb het interview van Camille goed geluisterd. En ik denk dat ook met Camille ontzettend goede samenwerking gepleegd kan worden. Ook aan de linkerkant. En ik zou het gewoon goed vinden als er een evenwicht zou zijn, ook in de raad. Nou, het waren in ieder geval ongemeen spannende verkiezingen. En daar gaan we jou als GroenLinks, en natuurlijk niet alleen jij, maar ook de andere kandidaten, heel veel succes bij wensen. Dank u wel. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.